Ik open de vergadering. En aan de orde is de procedurevergadering van de vaste commissie voor economische zaken en klimaat. En laten wij gelijk overgaan tot die agenda. Dan begin ik bij agenda punt 1. Dat is de commissieregeling van werkzaamheden. En er staan een viertal verzoeken op. De eerste is van de leden Kreuger en Thijssen een voorstel om een commissiedebat interdepartementaal beleidsonderzoek en aanvullend klimaat van 20 april 2023 met een aantal uren te verlengen tot 10 uur 's avonds. Behoeft dat nog verder enige toelichting, kijk ik naar de heer Thijssen, of heb ik het zo voldoende samengevat? De heer Thijssen? Nou ja, misschien kort, omdat het zo'n groot debat is en er zoveel mogelijke maatregelen genomen moeten worden om die doelen te halen. En we natuurlijk plenair wel vaker van die lange debatten hebben, dacht ik van, nou, dit debat is misschien goed om hier echt even de tijd voor te nemen. Dus vandaar dit voorstel met mevrouw Kreuger om het wat langer te maken. Ik kijk of daar mevrouw Leijten. Voorzitter, van mij hoeft dat op voorhand niet. We kunnen best wat uitlooptijd hebben dat we in de agenda zetten. Het mag uitlopen, want ik deel wel dat de irritatie is dat we soms debatten het einde niet halen, dat we niet de tweede termijn hebben gehad. Maar een langere tijd met daarmee ook meer spreektijd, dat zie ik op dit moment niet het voordeel van in. Ik denk dat we kort en bondig allemaal ons punt kunnen maken, vaak genoeg met elkaar om tafel zitten. Maar enige uitloop om het debat goed af te ronden, dat steun ik wel. Enige uitloop, mag ik dat opvatten als een uurtje uitloop maximaal? Want wij moeten namelijk ook gewoon een zaal reserveren en het personeel moet ook gewoon klaarstaan. Snap ik. Een uurtje, maar dan wel, wat mij betreft, met potlood. Dus niet als inzet, want dan weten we ook dat het dat wordt. Dus dat vind ik dan ingewikkeld. Eigenlijk sta ik dan op het standpunt liever niet. Maar de irritatie dat we debatten niet afmaken en dat we dan tweede termijn hebben in de zaal en dat dat weer heel veel moties oplevert, noem maar op. Maar ik denk dat we komen elkaar zo vaak tegen op zoveel verschillende onderwerpen dat in die zin spreektijd uitbreiding en zo, wat de SP betreft, niet nodig is. Heer Erkens. Nou ja, daar kan ik me wel bij aansluiten. Ik vind het niet erg om bijvoorbeeld 1 uurtje extra met potlood erin te zetten. Ik denk dan wel goed om het inderdaad te bewaren voor een tweede termijn en het debat met de minister in plaats van de spreektijd. Ik heb daar wel bij nog het verzoek, dat hebben we eerder besproken, of het debat dan later zou kunnen plaatsvinden dan de voorgestelde datum. Omdat er waarschijnlijk geen voorstel überhaupt vanuit het kabinet gaat liggen wat wij kunnen bespreken met elkaar. En dan wordt het heel erg speculeren. Dus wel even checken alsjeblieft of het misschien na het meireces dan beter zou passen. De heer Bontebal. Ik sluit me aan bij de vorige spreker. Ga ik naar de heer Bouke en daarna naar de heer Thijssen. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik kan het voorstel van het lid Erkens steunen. Maar ik voel er wel voor om het debat wat te verlengen. Dus wat mij betreft plakken we er een uur aan en dan spreken we gewoon af dat het debat een uur langer duurt dan is voorgesteld nu. De heer Thijssen. Ja, ik vind het jammer dat er niet wat meer steun is voor... Kijk, ik hoef geen langere spreektijd. Het gaat vooral over de interrupties met die minister. We hebben het namelijk over alle sectoren van onze economie waar we normaal aparte debatten voor inroosteren. En nu moet dan in één debat alle maatregelen genomen worden om die doelen te halen. Die zo uitdagend zijn, dat weten we allemaal. En waar ik echt niet op voor ben, is dat het debat verlaat wordt. Want de maatregelen moeten 1 mei bij het PBL binnen zijn, anders worden ze niet meegenomen voor de KEF. Dus dit is het debat wat we kunnen voeren met de minister om nog invloed te hebben op wat wordt ingeleverd bij het PBL. Dus ik zou graag 2 uurtjes langer willen en wel gewoon op deze datum. Omdat anders, ja, is het eigenlijk voor de bühne, want dan ligt het al bij het PBL. Ja, dank je, Thijssen. Ik ga niet opnieuw koehandel doen. Volgens mij hebben we een uur extra. In ieder geval kunnen we dat concluderen. Spreektijden blijven wel hetzelfde. Of het eventueel later kan, dat is gewoon een nieuw voorstel. Dus moet ik toch even naar de heer Erkens kijken om dat eventueel nog in een later voorstel te gieten. Dat voorstel kan ik dan nu doen om het debat later te laten plaatsvinden? Want het staat nu op de agenda, of moet dat ervoor? Nee, dan moet u een nieuw voorstel op de commissieregeling van werkzaamheden doen of gewoon een heel nieuw verzoek inschieten. Hebben wij bij deze besloten dat het een uur langer wordt? Ik zeg er wel bij dat de spreektijden gewoon hetzelfde blijven. Ga ik door naar het volgende verzoek op de commissieregeling van werkzaamheden, dat is eveneens van de leden Kreuger en Thijssen. Het voorstel is om de commissie van Geest over het IBO een technische briefing te laten verzorgen. Ik kijk rond. De heer Bontebal. Een briefing lijkt me nuttig, maar ik zou zeggen doe dat dan 1,5 uur à 2 uur met echt Laura van Geest en eventueel ministerie erbij, maar that's it. Ik ga geen 5 uur in een technische briefing zitten met alles en iedereen. Ja, technische briefing of rond de tafel. Dank. Ik zie de heer Thijssen in ieder geval knikken. En als de rest ook knikt, dan kunnen wij dat allicht zo besluiten. Mevrouw Leijten. Maar dan zeggen we hebben gewoon met de opstellers van de IBO hebben we een technische briefing.
Want dan vind ik, het oké. Okay, maar ik vind wel, we hebben de... Oké. Okay. Ik heb de vorige keer heb ik het punt gemaakt dat ik vind dat je dingen moet voorbereiden zodat het ook landt in een debat. Dat is nu ontzettend logisch. Dus ik ben voor een technische briefing. Helder, gaan we dat zo doen en dan ruimen wij 2 uur voor vrij met uw goedkeuring. Oké, okay. Al dus besloten. Ja, en ga ik weer naar het volgende voorstel. Dat is eveneens van de leden Kreuger en Thijssen. Dat is een voorstel om een rondetafelgesprek over het IBO te organiseren en het aanvullend klimaatbeleid. Voorafgaand aan de commissie Pad tot 20 april 2023. En er is ook een bijlage over verstrekt. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Thijssen, wens u dat nog toe te lichten? Nou ja, ter goede voorbereiding van dit superbelangrijke debat wat we op 20 april gaan hebben. Waarbij we alle sectoren van de economie doen. Dus het voorstel is inderdaad om per sector van de economie waar extra maatregelen genomen moeten worden, om daar relevante actoren langs te laten komen en een gesprek te kunnen hebben over wat zijn nou de verstandige maatregelen die we nu moeten nemen, gegeven het IBO wat er tegen die tijd ligt. Dus ik hoop op jullie. Uw verzoek is helder. De heer Erkens. Nou ja, voorzitter, we krijgen een IBO, we krijgen een technische briefing van 2 uur. Geen steun voor ook nog een rondetafel van bijna 5 uur. Dank. Heer Bontebal. Nee, ook geen steun. Ik heb niet nodig om het debat gewoon ook goed te kunnen voorbereiden. Dan moet ik helaas concluderen, heer Thijssen, dat er geen steun is voor uw voorstel. Ga ik door naar het 4e verzoek. En dat is eveneens van de leden Kreuger en Thijssen. Een voorstel om een rondetafelgesprek over fossiele subsidies te organiseren. En ook daar is een bijlage bij versterkt. De heer Thijssen. Ja, en Partij van de Dieren, die wilde er ook graag aan meedoen. En volgens mij hebben we het hier recent over gehad in een debat, dat we ons hier eens in moesten verdiepen. Dus daad bij het woord gevoegd en dit is een voorstel voor een rondetafel. Ik ga rondkijken of daar enige steun of al dan niet geen steun voor is. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, ik kan me het eigenlijk wel voorstellen dat we hier ons op verdiepen. Ik kan me ook wel voorstellen in zo'n netwerkverkenning. Maar ik zou dan eigenlijk dat eerst doen. En als we dat dan hebben, kijken wie nodigen we dan ook uit. Dus ja, in principe. Maar dan het liefst zo'n netwerkverkenning. En op het moment dat we die hebben, het uitbouwen naar... Is dat 2 blokken, 1 blok? Hebben we daar misschien nog een technische briefing voor nodig van financiën? Om dan te kijken wat hebben we daar precies voor nodig? Wat komt daarachter weg? Dank, de heer Bouke. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik luister naar mevrouw Leijten en ik kan haar wel volgen. Zelf vind ik ook dat we het onderzoek dat het kabinet in opdracht van de Kamer, dat is een motie die aangenomen is, uitvoert, ook even moeten afwachten. En dan lijkt het me goed, als we die hebben, dat we dan een technische briefing, een ronde tafel is dit in dit geval, inplannen. Maar ik zou daar even mee wachten. Ga ik even naar de heer Thijssen kijken of hij allicht nog dit verzoek, ja, de netwerkverkenning kunnen we eventueel wel starten, of hij dit nog bereid is om aan te houden. Nou, ik had het idee dat de commissie wel klaar was om hier eens in te duiken met elkaar. Ik weet niet precies hoe lang het duurt om die motie uit te verzoeken. Want ja, als dat weer een half jaar of een jaar duurt... Ik had het idee dat de wens van de commissie wel was om hier iets sneller stappen op te maken. Mevrouw Leijten. Nou ja, kijk, op het moment dat je zo'n netwerkverkenning doet, waar ik dus heel erg voor ben, dan kijken we aan de hand van 2 vragen. Welk netwerk, wetenschappelijk netwerk, kunnen we ophalen en verder mee? We hebben ook allemaal de discussie gezien van de wetenschappers en hun belangen. Ik denk dat het heel goed is als wij met elkaar zeggen, als we dit aangaan, waar ik wel voor ben, dat we dan ook wegen wie vragen we dan wel niet. En dat we niet de discussie die wij regelmatig in de Kamer voeren hier uitnodigen. Maar dat we proberen die stap verder te zetten. Daarom zeg ik ook mogelijk nog ministerie van Financiën erbij als het gaat over die subsidies. Dus ik ben er erg voor. Maar dan op een gewoon eventjes het stof laten neerdwarrelen, ophalen en dan met een voorstel komen. En u heeft zelf bij opmerking 10 gezegd, niet van toepassing, een netwerkverkenning. Maar ik zou denken dat een netwerkverkenning nou juist een goed instrument is om dit op te bouwen. Heer Bontebal. Ik kan me ook goed voorstellen dat we zo'n netwerkverkenning doen. En volgens mij is het juist wel in lijn met de vorige keer dat we hebben gezegd, we wachten het onderzoek af en daarna doen we meteen dit inplannen. Dus het is niet van tafel of van de baan, maar wel in die volgorde. Eerst gewoon het verhaal van het kabinet en dan zo'n netwerkverkenning erbij. En dan plannen we gewoon inderdaad een ronde tafel in. Daarna zo snel mogelijk wat mij betreft. De heer Erkens.
Ja, ik sluit me aan bij de heer Bontenbal en mevrouw Leijten net even. Het lijkt me prima. We hebben in de vorige PV inderdaad gezegd, we plannen pas een debat in nadat het onderzoek uitkomt. Het onderzoek is ook aangevraagd door een motie van de partij die nu om rond de tafel vragen. Dus ik vind wel dat u dat proces moet respecteren hier. Kijk ik naar de heer Thijssen of hij die suggestie van de collega steunt om eerst een netwerkverkenning uit te laten voeren. Nee, daar is de meerderheid voor, dus laten we dat in ieder geval doen. Hartstikke kijken goed. We vanaf daar verder. Hartstikke goed. Dank heer Thijssen voor de flexibiliteit. Ga ik terug naar de agenda. Dat is de brievenlijst. En ik begin bij pagina 1 van de brievenlijst en kijk rond of daar opmerkingen over zijn. Nee, niet het geval. Ga ik door naar pagina 2. Kijk ik rond of daar opmerkingen over zijn. Ook niet het geval. En ga ik tot slot over tot pagina 3. Daar staat één punt op gemeld. Ook geen opmerkingen over. Dan is de brievenlijst bij deze afgeconcludeerd. Ga ik door naar de uitnodigingen. Agenda punt 3. Verzoek tot de aanbieding van een petitie met betrekking tot klimaatverandering. Het voorstel is daar een petitieaanbieding te organiseren. Ik kijk rond of daar steun voor is. Ik zie de heer Bontepan nee knikken. De heer Ergens. Zou het aan de leden laten, voorzitter? Laat het aan de individuele leden. Mevrouw Leijten, nog een opmerking? Nou ja, ik ben eigenlijk altijd wel voor zoveel mogelijk inwilligen van petities. Maar de eerlijkheid moet ook gezegd worden dat het mij niet altijd lukt om daar aanwezig te zijn. Dus op het moment dat mensen voorzien dat ze er niet zijn, dan is het ook lullig als daar wel de commissie staat met weinig leden. Maar ik denk dat het goed is om dit wel, misschien kijk ik met schuin oog naar de griffier, om dit dan even te bespreken in de procedure, of in de strategische procedurevergadering. Want we moeten ook niet krijgen, de ene doen ze wel en de andere doen ze niet. Voor mij geldt gewoon dat het voor mij moeilijk bij te lopen is, petities op dit moment. En dan kan ik wel zeggen, het moet. Maar als ik dan de partycrash van andermans agenda ben, dan vind ik dat ook niet handig. Dat is helder. Nou, dan is er bij deze in ieder geval besloten deze petitieaanbieding niet te organiseren, maar het aan de individuele leden over te laten om al dan niet alsnog die petitie in ontvangst te nemen. Ga ik door naar agenda punt 4. Dat is een verzoek van de ambassade van Israël namens de delegatie hoge ambtenaren van het Senior Staff Fellowship Programma om met betrekking tot tot klimaatverandering een gesprek te voeren. Ik kijk even rond of daar steun voor is. De heer Bontepal? Van mij hoeft dit op dit moment niet. De heer Erkens? Voorzitter, wij kunnen wel aansluiten. Misschien aan de leden weer laten. Dat is ook, dat kunnen we ook uit. Ja, kijk ik naar de heer Bouke of ook dat voorstel kan steunen om het aan de individuele leden over te laten. Ja, dat is het geval. Mevrouw Leijten ook. Gaan we dat als volgt concluderen. Ga ik over naar agenda punt 5. Verzoek van NL-EITI. Ja, eigenlijk moet het in het Engels, maar ik heb het nou al uitgesproken. Tot aanbieding van het rapport 2021. Ook daar is het verzoek een petitieaanbieding te organiseren. En ik kijk wederom rond of daar steun voor is. Ik zie geen enthousiaste blikken. Het is wel heel serieus. Ja, en de heer Bontebal? Ja, je moet wel consequent zijn. En ik zit bijna te denken, maar misschien moeten we dat bij een strategische procedurevergadering een keer goed doen. Van hoe kun je dingen clusteren? Want als er bijvoorbeeld in 1 uur 5 petities worden aangeboden, is het ook de mogelijkheid om daar dan bij te zijn en dat echt goed in je agenda te reserveren, is misschien ook wel te doen voor Kamerleden. Dat lijkt mij een mooie suggestie om mee te nemen. Maar dan gaan we inderdaad bij de strategische procedurevergadering doen. Dan ga ik het met u goedkeuren nu zo concluderen dat deze petitieaanbieding niet wordt georganiseerd. Ga ik door naar agenda punt 6 onder het kopje wet en regelgeving. Wijziging van de constitutie van de Wereldpostunie en het algemeen reglement van Wereldpostunie, et cetera, et cetera. Het voorstel dat is voor kennisgeving aan te nemen. Kijk of daar opmerkingen over zijn. Nee, is niet het geval. Ga ik door naar agenda punt 7. Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2023. Het eerste voorstel is de inbrengdatum voor het inbrengen van feitelijke vragen vast te stellen op 16 maart 2023. Kijk rond, geen opmerkingen over, al dus besloten. En het tweede is de brief van de regering desgewenst te betrekken bij de behandeling van de tweede incidentele supplatorenbegroting in zaken lening InvestNL in verband met SIF. Ook geen opmerkingen over, al dus besloten. Ga ik door naar agenda punt 8, verlenging. Subsidieregeling, instituten voor toegepast onderzoek. Het voorstel is dat voor kennisgeving aan te nemen. Kijk rond of er opmerkingen over zijn. Nee, niet het geval, al dus besloten. Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2023. Het voorstel is dit aan te melden voor de plenaire behandeling. Ik kijk of er opmerkingen zijn. Geen opmerkingen, is dat al dus besloten. En het volgende punt, dat is het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, brief van de regering, ook te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Al dus besloten. Kijk ik naar agenda punt 10. Vaststelling subsidiemodule risico's dekken voor aardwarmte. Het voorstel is dit voor kennisgeving aan te nemen. Kijk rond of dat
goedkeuring kan rekenen. Dat is het geval al dus besloten. Ga ik over naar agenda punt 11 onder het kopje stukken van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale transitie. Het actieplan Groene en Digitale Banen. Het voorstel is dat agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat innovatie. De heer Bontebal. Ik heb meegekregen in mijn boodschappenlijstje dat dit debat liefst zo snel mogelijk wordt ingepland en ook wel met voldoende spreektijd. Dat is vrij cryptisch. Ik ga eerst over naar de heer Bouke. Ja, Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb op mijn boodschappenlijstje meegekregen dat we hier nog een SO over willen voeren gezien het belang van het onderwerp. Ga ik kijken naar mevrouw Rijkowski, denk ik, of zij daar nog iets aan toe te voegen heeft. Of de heer Erkens. We gaan niet voor een SO liggen, maar voor ons is het niet nodig. Het debat is prima, maar als het graag een SO is, dat ook... Beslissen? Ja. Snel debat. Ja, we gaan voor debat, niet voor SO. Ja, dan ga ik toch naar mevrouw Leijten kijken of zij er nog een zinnig woord over kan zeggen. Wij hebben geen voorkeur voor beide. Maar als je een SO doet, doe je geen snel debat. Dus dan zou ik zeggen, gezien alle drukte, een SO. Schriftelijk overleg, ja, dat kan je ook nog met een 2 minuten debat afronden. Ik kan ook altijd nog zeggen, het moet toegevoegd worden aan een commissiedebat. Dat is wel, voordat u verder gaat, heer Bouken, dan is het eigenlijk gewoon een nieuw verzoek. Dat is namelijk het verzoek om dit commissiedebat om te zetten in schriftelijk overleg. En dan ga ik toch nog even 1 keer aan de linkerzijde kijken of dat... We hebben het over de brief. Wat doen we met de brief? We gaan niet een heel commissiedebat SO maken. Helder. Dan is het nu duidelijk. U wilt een SO organiseren over desbetreffende brief. En het op die wijze te behandelen. Ga kijken naar de heer Bouken of dat op steun kan rekenen. Nou ja, je kunt het alsnog betrekken bij een commissiedebat. Ja, maar dat is... Ja. De heer Erkens. Voorzitter, voor mij hebben we. We kunnen een SO doen over deze brief... En daarnaast tegelijkertijd het debat ook zo snel mogelijk agenderen. En dan is de brief via de SO afgehandeld. Dan trek ik mijn steun voor een schriftelijk overleg terug. Want dat is dubbel werk. Nee, dat is dubbel werk. In principe is een schriftelijk overleg over een brief die je redelijk haast vindt hebben. Wetende dat het debat wat langer duurt. Want dan kan je ook sneller met de 2 minuten debat iets afsluiten. De heer Bouken gaat... Als het toch nog naar een debat gaat, dan moet je niet schriftelijk... Dan is iedereen dubbel bezig. Waar als fracties, maar ook het ministerie. Dank mevrouw Leijten. Geef alles het woord aan de heer Bouken. Dank u wel, voorzitter. Alles overzien, zo snel mogelijk een commissiedebat. En dan geen ja, dank u wel. Heer Bouken. Ja. Ja. Nee, dit heeft ons weer 5 minuten van ons leven gekost, maar we zijn weer een stuk wijzer geworden. De duur van het commissiedebat, wens je dat nu alvast in te regelen? Het voorstel is 4 uur. Kan dat op uw goedkeuring rekenen? Ja, prima. Gaan we dat op deze wijze doen. Nou, dat was agenda punt 11. Ik ben benieuwd wat de rest ons nog gaat brengen. Agenda punt 12. Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen over een voorstel... hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data opgeruimd kunnen worden. En de motie van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister. Deze stond natuurlijk al op de vorige procedurevergadering en is doorgeschoven. Het voorstel is een inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijke overleg vaststellen op 16 maart 2023 om 2 uur. Ik kijk of dat op goedkeuring kan rekenen. Dat is het geval. Is dat bij deze besloten? Dan ga ik door. En er staat nog op dezelfde agendapunt staat er ook nog een andere zaak. En dat is de reflectie van de rapporteur monitoren opruimen vervuilde data. Ja, en die kunt u desgewenst betrekken bij het schriftelijk overleg. Dan ga ik, ja, ik wil het wel even formeel voorgelezen hebben. Dan agendapunt 13, stand van zaken tegemoetkoming energiekosten. Het verzoek is dat te agenderen voor het commissiedebat ondernemen en bedrijfsfinanciering op 12 april 2023. Ik kijk of daar opmerkingen over zijn. Is niet het geval, al dus besloten. Agendapunt 14, reactie op het verzoek commissie over monitoring en evaluatie van het Nationaal Groeifonds. Het voorstel is dit desgewenst te betrekken bij de behandeling van het jaarverslag Nationaal Groeifonds 2022. Kijk of daar opmerkingen over zijn. Niet het geval. Al dus besloten. Dan agenda punt 15. Sluiting, indieningstermijn, derde ronde Nationaal Groeifonds en vervolgproces. Het verzoek is dit voor kennisgeving aan te nemen. Ik kijk of daar opmerkingen over zijn.
Mevrouw Leijten. Als we die onder 14 toevoegen aan die behandeling van het jaarverslag, dan lijkt me dat we deze daar ook gewoon bij kunnen zetten. Kan iedereen die meenemen? Daar schrik niemand van wakker, dus dan hebben we het bij deze besloten. Ga ik door naar agenda punt 16. Nationale doelen energiebesparing. Het verzoek is dit te agenderen voor de commissiedebat gasmarkt en leveringszekerheid op 1 juni 2023. Al dus besloten. Agenda punt 17. Landelijke crisisplan olie. Het verzoek is dit te agenderen voor het commissiedebat gasmarkt en leveringszekerheid op 1 juni 2023. Al dus akkoord bevonden. Dan agenda punt 18. Verslag van een schriftelijk overleg over appreciatie, resultaten, gedragsscan, beleidsprogramma klimaat. Het voorstel is dit te agenderen voor het commissiedebat interdepartementaal beleidsonderzoek en aanvullend klimaatbeleid op 22 april 2023. Al dus akkoord bevonden. Agenda punt 19. Kabinetsreactie naar aanleiding van de waarschuwing van autoriteit consumentenmarkt aan warmteleveranciers om tarieven niet onnodig te verhogen. Het verzoek is dit te agenderen voor commissiedebat marktordening retailmarktenergie op 25 mei 2022. En nee, 2023. Staat die 22, maar het is 23. Opmerkingen over? Nee, al dus akkoord bevonden. Dan agenda punt 20. Verslag van een schriftelijk overleg over de contourenregeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting. Het verzoek is dit te agenderen voor Commissie van Klimaat en Energie op 28 juni 2023. De heer Bouke allereerst en daarna mevrouw Leijten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou willen voorstellen om dit eerder, de 28 juni, te agenderen en kijken welk debat daarvoor het meest geschikt is. Maar in mei misschien bij het debat over marktordening. Maar ik vind 28 juni wel wat laat om het onderwerp blokaansluitingen weer te bespreken. Mevrouw Leijten. Voorzitter, ik zou graag een 2 minuten debat over willen aanvragen. Dat is eerder dan. En als het minister blieft om daarvoor ons de regeling te sturen, dan zou dat natuurlijk heel erg behulpzaam zijn. Oké. Ik zie dat akkoord steunt. De heer Erkens, daar is steun voor. Heer Bontebal. Nou, de moties gaan jullie straks allemaal uitdelen. Al dus agenda punt 22, of agenda punt 20 ook besloten. Ga ik door naar agenda punt 21. Voortgang gebiedsproces oliewinning Schonebeek. Het verzoek is dit te agenderen voor de commissie Bad Mijnbouw Groningen op 24 mei 2023. Al dus akkoord. 22. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55 pakket. Het voorstel is dit te agenderen voor het commissiedebat Energieraad 22 maart 2023. Kijken we rond of de opmerkingen over zijn. Niet het geval. Al dus besloten. Agenda punt 23. Appreciatiecommissie mededeling Green Deal Industrial Plan. Het voorstel is dit te agenderen voor het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen, Interne Markt en Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart. 22 en 23 mei 2023. Dat zat er nog achter. Op 16 mei 2023 vindt dit desbetreffende debat plaats. Ik ga rondkijken of daar opmerkingen over zijn. Niet het geval, al dus besloten. Dan agenda punt 24. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 6 tot 8 februari 2023. Verzoek is dit te agenderen voor het commissiedebat, wat ik ook bij het vorige agendapunt noemde. Ik kijk of daar opmerkingen over zijn. Niet het geval, al dus besloten. Dan agenda punt 25. Stafnotitie aangepast behandelvoorstel in zaken EU-consultatie over hervorming EU-elektriciteitsmarkt. Het eerste voorstel is de minister voor Klimaat en Energie te verzoeken om de kabinetsreactie op de EU-consultatie over de EU-elektriciteitsmarkthervorming per omgaande met de Kamer te delen. Ik kijk of daar opmerkingen over zijn. Mevrouw Leijten. Ja, dat is prima, dat beslispunt. Maar hebben wij dit prioritair verklaard? Ja? Moeten wij, is hier nog een subsidiariteitstoets op mogelijk of zo? Is die fase gepasseerd? Ja, de fase is gepasseerd. Oké. De fase is gepasseerd, horen wij aan de linkerzijde. Dus dat is helaas niet meer mogelijk. Ga ik door naar het tweede voorstel. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de kabinetsreactie hierover, eind februari, begin maart, een schriftelijk overleg te voeren. Ook daar is non-verbaal steun voor. Dan is dat bij deze beide voorstellen zo besloten. Ga ik door naar agenda punt 26. Stafnotitie overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, 30 leden debatten en nog te plannen commissiedebatten EZK. Dat is ter informatie. Ga ik door naar agenda punt 27. Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023. Ik wil hier alvast inventariseren of daar voldoende animo over is. De heer Bontebal. Kijk, niet ik zal niet deelnemen. Nee. De heer Bontebal neemt niet deel. Herr Erkens ook niet. Heer Bouke, geef ik het woord. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik zou graag willen deelnemen. En er is ook een inventarisatie van onderwerpen, begreep ik. Ik zou willen voorstellen om energieonafhankelijkheid als mogelijk thema aan te dragen. Mevrouw Leijten, nog een toevoeging? Nee. Oké, dan is het.
We gaan de heer Bouken in ieder geval opschrijven en het onderwerp wat hij heeft aangedragen ook. Maar we gaan nog wel even een digitale inventarisatieronde laten plaatsvinden. Oké, al dus besloten. Even agenda punt 28, stafnotitie, instemming, kick-off, raadpleging. Ja, het was even te zoeken in de stapel stukken, maar we hebben hem inmiddels gevonden. Nogmaals, agenda punt 28, stafnotitie, instemming, kick-off, raadpleging. Daar is het beslispunt of u instemt met het verlenen van toestemming aan de onderzoekers om voor de raadpleging een kick-off te organiseren. Ik kijk rond. Mevrouw Leijten. Ik vind het prima als de onderzoekers een kick-off organiseren. Het is goed om te horen. We waren ook niet bang voor dat dat op enige weerstand zou rekenen. Al dus besloten. Ga ik door naar agenda punt... Mevrouw Leijten sputt het nog. Mevrouw Leijten. Meneer Bontebal zegt, dan moeten daar Kamerleden zijn. Maar dat is niet de vraag die voor ligt. Zij doen een raadpleging namens ons en opdracht van ons. Dus ze vragen ons als opdrachtverlener, vind je het goed als we dat kickstarten? Ga je gang, zou ik zeggen. Ik hoef daar niet per se bij te zijn. Het ging bijna een debat te worden, meneer Bontebal. Nee. Debat bewaren voor een andere keer. Nee, ik zag in het voorstel dat Kamerleden ook uitgenodigd worden. En dat is prima, maar ik wil voorkomen dat we de suggestie wekken dat we daar massaal aanwezig kunnen zijn. En ik zou het zonde vinden als ze iets heel groots opzetten en wij niet of zeer beperkt aanwezig zijn. Helder, maar u wilt wel een uitnodiging hebben, zie ik. Ga ik door naar agenda punt 29. Verzoek in zaken V100-2023. Voorstel, de e-mail-inventarisatie heeft plaatsgevonden en inmiddels opgeleverd als onderwerp uitvoeringskosten van EZK-programma's en de verdeling van EZK-fondsen in het land. Ik ga kijken of daar nog opmerkingen over zijn. Nee, dan zijn ze bij deze vastgesteld. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, mevrouw Leijten. Agenda punt 30. Uitnodiging dag voor de publieke dienstverlening op 22 juni 2023. Ook daar heeft een e-mail-inventarisatie plaatsgevonden. Dat heeft de volgende suggesties opgeleverd. Nationaal programma Groningen. Ook dat was een voorstel van mevrouw Leijten. En de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In het bijzonder de Netherlands Foreign Investment Agency. Eveneens door mevrouw Leijten. Ik ga kijken of daar opmerkingen over zijn. Nee, het waren weer uitstekende voorstellen, mevrouw Leijten. Al dus besloten. Dan ga ik door naar agenda punt 31. Stafnotitie betreffende werkbezoek Antwerpen. De inventarisatie heeft 1 aanmelding opgeleverd. Ik ga nog 1 keer met een smekende blik rondkijken of wij dat opnieuw dienen te gaan inventariseren voor een andere datum. De heer Erkens. Ja, volgens mij, ik heb wel behoefte aan het werkbezoek. De datum werkte gewoon niet voor mij. Dus ik zou wel behoefte hebben met mijn kwartaal 2, maar wel iets meer op de lange termijn dat we het ook in de agenda's kunnen plannen. Want dit komt zo snel dat voor veel leden de agenda misschien vol zat. Helder, daar is ook begrip voor. Dan gaan wij een nieuwe inventarisatie doen op een later moment. Oké, ga ik door naar agenda punt 32. Concept inbreng wetgevingsrapporteurs tijdelijke wet en klimaatfonds. U heeft daarvoor een notitie ontvangen. En in ieder geval waarvoor dank de heer Bouken voor het deelnemen als wetgevingsrapporteur samen met mevrouw Kreuger. Daar is 1 beslispunt, namelijk of u wilt instemmen met de door de wetgevingsrapporteurs voorgestelde inbreng voor het verslag. Niet enthousiast allemaal. Ik denk dat dat op goedkeuring kan rekenen. Dan gaan we dat op deze wijze overnemen. Oké, al dus besloten ga ik naar agenda punt 33. Dat zijn de reeds geagendeerde betrokken stukken. Sterker nog, ik wil eigenlijk voorstellen agenda punt 33 tot en met 36. Die zijn alle reeds geagendeerd om deze te behandelen en kijken of daar opmerkingen over zijn. Nee, niet het geval. Kom ik bijna het laatste punt van deze agenda, de rondvraag. Ik ga kijken of er opmerkingen zijn voor de rondvraag. Niet het geval, dan ga ik deze vergadering sluiten, maar niet voor de opmerking dat wij ook nog een besloten gedeelte hebben. Dus ik verzoek u allen te blijven zitten. Ik sluit deze procedurevergadering.